werken op grote hoogte en volop in de zon. Niet iedereen zou het willen op zo'n warme dag als vandaag. Maar in Veenendaal zijn de retackers gewoon aan het werk. We beginnen 's morgens rond 6 uur. En dan is het tot een uur of 10, half 11 kun je normaal werken. En dan wordt het echt qua hitte onaangenaam. Op het dak tikt het kwik namelijk de 55 graden aan. Dat komt door de reflectie van het riet. En dan kan je maar beter goed voor jezelf zorgen. Heel veel water drinken. Eigenlijk ieder uur wel even een keer naar beneden om even in de schaduw te gaan staan. En veel water blijven drinken. En heel veel jezelf in blijven smeren met zonnebrand. En als de eigenaar dan denkt aan de winter, dan is het zomers zo erg nog niet. Kijk, wij zitten 's winters op het dak, dan is het min 6, min 7, min 8, min 10. Dat gaat ook. En dan zitten we altijd van, was het maar zomer en was het maar 20, 25 of 30 graden. Nu is het zover. Ja, dan moet je ook niet zeuren, vind ik. En dat is opmerkelijk, want in Nederland, waar we alles geregeld hebben, mag je in de winter met temperaturen lager dan min 10 graden niet meer buiten werken. In de zomer is daar geen regelgeving voor. En dus regelt eigenaar Van Wijk het in samenspraak met zijn personeel. Ze moeten zelf in de gaten houden van, joh, ik heb dorst. Dan zijn ze vrij om van het dak af te gaan wat te gaan drinken. Je kan daar niet echt een regel voor verzinnen, denk ik. Net als ik zeg, wij proberen zoveel mogelijk rust in te plannen tussen de normale werktijden door. En als iemand zegt van, joh, ik ga er nu even af, want ik heb het te heet of wat dan ook. Of hij zit pal in de zon. Dan is hij gewoon vrij om eraf te gaan.